Goedendag iedereen op deze 15 april 2022. Ik ben hier even aan de Hulsterweg, de N689. Dus momenteel hier een temperatuur van 9 graden, wel bijzonder veel mist. Ik ga nu terug de richting van de Vogelwaarde. Het is hier de Havendijk. Dat is via een polderroute. Natuurlijk in Hulst zelf heb je minder mist dan bij de stad, maar vooral op de buiten is het bijzonder merkbaar. Ja, hier op het landschap kan je praktisch niets zien. Ja, dat zijn van die rustige fietsroutes. Je bent dan niet verplicht van het fietspad te nemen van de N290. Ja. Dus hier de locatie van de Margaritse Dijk.
zo mooie sfeerbeelden, zelfs bij dit weer. Ja, daar heb je dan Camping De Vogel op een, ja, toch wel iets meer dan een kilometer. Natuurlijk wel niet zichtbaar. En hier rechtdoor kan je dus, heb je aansluiting met de Vogelweg en dan de rechterkant richting Hengsdijk, dus Camping De Vogel, of ook verder richting Kloosterzande. Zo, hier afslag voor Vogelwaarde. Dus aan de linkerkant, ongeveer 2 kilometer, heb je dan de Provinciale Weg N290. Natuurlijk ook met het fietspad en dan eventueel ook je afslag tot Vogelwaarde. Het is ook wel bijzonder rustig op vandaag. Weinig verplaatsingen, natuurlijk buiten de stad zelf, voor boodschappen te doen en zo.
Zo, aankomst Vogelwaarde. Dus met even verder, locatie Rapenburg. Zo, beste mensen, was even een verbindingsroute via de Buiten. Dus meer bepaald, de startlocatie is Terholen. Allee, praktisch Terholen en dan verbinding tot hier. Het drukke punt Rapenburg. Het ziet er ook wel rustig uit. Ja, natuurlijk wel een vrachtwagen. Ik zeg, hier is het wel symbolisch dat er veel vrachtverkeer komt. Zelf als het even rustig is, kan je wel soms een vrachtwagen langs zien komen. Zo, beste mensen, tot de volgende keer. Tot nieuwe leuke video's.